Hallo, ik ben Cato van der Wallen en we zijn hier vandaag op de landbouwschool in Sint-Niklaas. Dag meneer Eibaard, kan jij ons vertellen wat er vandaag te gebeuren is? Wel, we zijn hier vandaag voor de 34ste keer samen en van die 34 keer hebben we toch al 30 prijskampen. En we zijn in het wit-blauw, dus Cato, dat wil zeggen een prijskamp Belgisch wit-blauw. Ik hou van jou. En dat is wel echt waar, want je weet, jij was onze finaliste bij ons in Agri-Vlaanders. En dankzij die finale plaats en de mooie tweede plaats die jij behaald hebt, kan jij hier vandaag mee jureren samen met twee andere juryleden. En het zal ook vakoverschrijdend gebeuren, in het Frans een beetje, hè, Cato, vandaag. Dus het wordt een hele zware klus. Wat is het belang van een keuring? Het belang van een keuring is dat de mensen hun dieren kunnen presenteren aan de mensen, zodat ze kunnen verkopen en ook laten zien dat het wit-blauw ras heel, heel belangrijk is, ook op het gebied van vlees en sterkte. Dus vandaag is het de unieke kans om dit te tonen. Hoe kun je ze dan best voorbereiden? Bij de wit-blauwe, ze moeten sowieso al de dag ervoor heel, heel proper gemaakt worden, geschoren zijn. Hier op de prijskamp zelf, heel, heel mooi gewassen. En je moet ze heel goed kunnen presenteren, zodat de vleeskwaliteiten van het dier uitkomen en merkbaar zijn. Hallo, dag Jens. Kan jij ons vertellen hoe de beste voorbereidingen zijn? Dus wij gaan de kalven afspuiten, zodat ze proper zijn voor de veeprijskamp. En dan gaan we ze naar binnen zetten om hun even tot rust te laten komen. Heb je dan ook vooraf iets moeten doen? Ja, we moesten de kalven laten, we moesten ze scheren en we moesten ermee wandelen zodat ze wat rustiger zijn bij ons vandaag. Waarom kies je voor vleeswee? Goh, dat is een passie die we hier hebben eigenlijk de laatste jaren. Het is eigenlijk ontstaan, we zijn geboren uit de melkveeschoot van het Waasland. Maar toen meneer Eibaard heel jong was, is hier komen jureren, zoals jij nu vandaag gaat doen. En ik heb hier het geluk gehad om eigenlijk de eerste wit-blauw prijskamp mee te mogen jureren. En vandaar zijn we altijd maar blijven groeien natuurlijk. En we doen het beiden heel graag. Jij natuurlijk ook vanuit je thuissituatie en vanuit je hele mooie stageplaatsen. En ik natuurlijk vanuit het hart van de school, maar ook natuurlijk vanuit mijn eigen passie, het Belgisch wit-blauw. Ons eigenlijk regionaal echt Belgisch gefokt Belgisch wit-blauw ras. Wat zijn dan de kwaliteiten van Belgisch wit-blauw? Wel, natuurlijk, elk dier, Cato, dat weet jij ook, wordt aangehouden om te slachten. We zijn natuurlijk met een productiedier bezig. Niet alleen, het is alleen een heel mooi lokaal ras. Het is ook eigen aan onze boerderijen. Ze zijn soms niet zo groot. Ze zijn heel mak, eigenlijk, Belgisch wit-blauw. Het is een van de makste rassen die we in Vlaanderen en in Wallonië bij uitbreiding toch wel hebben. En natuurlijk, die rassen die lenen zich echt gemakkelijk tot die kleine percelen, kleinere bedrijven. Maar natuurlijk zijn er ook heel veel grotere bedrijven. En natuurlijk, de smaak van het vlees. Iedereen kan erover reden twisten, maar ik vind persoonlijk nog altijd een van de beste keuzes als je een Belgisch wit-blauw steek neemt. Dus eigenlijk ook daar een beetje gaan we toch wel de toer op van het chauvinisme. Maar natuurlijk, dat wil niet zeggen dat er ook andere mooie rassen zijn. Maar vandaag, hoogdag voor Belgisch wit-blauw hier in Sint-Niklaas op onze school. Ik heb thuis Belgisch wit-blauw, jij ook? Natuurlijk, Cato. Ja, wij zijn een beetje in dezelfde schoot weer geboren. Hè. En dat ras, dat is toch zo uniek. Ik had daar straks al verteld dat het een regionaal ras is eigenlijk. Dat uitgegroeid is tot een ras over heel België, Nederland, bij uitbreiding Engeland en Noord-Frankrijk. En we gaan zelfs de plas over natuurlijk. En het leent zich heel gemakkelijk, dat makras, tot het aanhouden in kleine populaties, op kleinere weiden. En ik ben een voorstander van
runderen horen buiten. Het zijn er kauwers, dus eigenlijk hoor ik of zie ik zeer graag Belgisch witblauwe in de weide lopen. En dat zorgt ervoor dat het grosgedeelte toch wel van de fokkers zeer, zeer goed begaan is naar dierenwelzijn. Hè. We zien toch niet vandaag alleen maar prijskampdieren, maar we zien ook fokkerijdieren die heel mooi niet alleen geschouwd zijn, maar ook heel mooie lijnen hebben, mooi gefokt zijn. En ik ben zeker als je naar die fokkers thuis gaat, dat die vanavond allemaal in de weide staan of in hun boksje. En dat die heel goed verzorgd worden en dat die de juiste voeding krijgen. Het is eigenlijk een intensief, maar ook extensief de laatste jaren meer en meer een ras geworden dat ook in kleinere populaties voor Jan met de pet past op een klein stukje weide, maar dan liefst wel binnen en buiten, zoals het ook hoort in de veefokkerij. Hoe organiseren jullie de praktijklessen van de Belgisch witblauw? Nu, de Belgisch witblauw, we hebben hier een aantal fokkers in de buurt die toch wel toonaangevend zijn in de sector. En daar gaan wij dan een aantal praktijklessen doen. De leerlingen leren daar omgaan met die dieren, het verzorgen van die dieren. Ook heel de exterieurbeoordeling en zo gebeurt dus op die praktijkbedrijven waar we eigenlijk de lessen gaan organiseren. Hier op school hebben we geen rundvee, enkel schapen, geiten. Al het kleinvee is hier wel op school, maar niet de grote dieren, omdat dit praktisch wat moeilijk is. Dag Bruno, jij bent hier vandaag ook als een van de fokkers. Waarom kies je eigenlijk voor Belgisch witblauw? Belgisch witblauw is eigenlijk een heel rustig ras, goede vleeskwaliteit. Alle dieren, veel vlees op korte termijn. Ideaal dier voor met te fokken. En ja, het is een passie. We zijn begonnen 30 jaar geleden met fokkerij witblauw. En is eigenlijk een passie uitgegroeid tot een echt werk. Nu thuis hebben we 400 dieren. En we zijn er eigenlijk hand en dag mee bezig, genetica verbeteren. En door intensief mee bezig te zijn, kan je eigenlijk op korte termijn genetisch verbeteren en betere dieren kweken. Waarom zou je eigenlijk deelnemen aan een keuring? Het belang van een keuring is eigenlijk om het wit-blauw eigenlijk aan het groot publiek te tonen. De vleeskwaliteit dat ze hebben en dat de modale mens eigenlijk een beetje weet wat een wit-blauw is en welke tijd dat er ook is. En dat de mensen, de Belgische bevolking ook weet als ze een stuk vlees zien of eten in een restaurant van Belgisch wit-blauw, hoe ziet dat dier eruit, welke kwaliteiten heeft dat. En dat is eigenlijk een beetje de promotie naar het grote publiek, voor de mensen weten wat eten ze nog. In de toekomst, mensen, als ze op restaurant gaan, ze zien bij blauw, dan ze zich een beeld kunnen voorstellen van welke dieren dan ze opeten. Wat zijn dan eigenlijk allemaal de voorbereidingen? Dat begint eigenlijk een maand op voorhand eigenlijk. Dat is eigenlijk een bloedafname, dat alle dieren gezond zijn. En dan eigenlijk drie weken op voorhand bijna wel een keer wat te stappen, dan de dieren max zijn voor met een onder begeleiding te gaan. En als ze dat max zijn, de enkele dagen voordat ze hier zijn, worden dieren geschoren, gewassen. En de dag voordien, twee dagen voordien, worden die eigenlijk op een gemakkelijk voeder gezet. Dan ze eigenlijk een mooie mest hebben, dan ze rustig zijn ook wel. En ook een keer eventjes eigenlijk aan een zeel eigenlijk vastzetten, dan ze ook rustig zijn onder het publiek en onder aan een hek en aan een zeel. En dan ze eigenlijk op een ideale voorbereiding hebben voor hier aan de keuring deel te nemen. En ook de reden waarom ik graag deelneem is eigenlijk, we zijn met het aantal jonge fokkers met blauw is eigenlijk aan het dalen. En door het amusement, het leuke van zo'n keuring voor te stellen, dat de mensen dat zien, hopen we jonge mensen, jonge fokkers te stimuleren om blijven deel te nemen aan zulke keuringen. Dat het wit-blauwe ras eigenlijk blijft bestaan en dat zulke keuringen kunnen blijven doorgaan. Dag Jarne, waarom ben jij hier vandaag? Met het blauwe vee. En wat ga je vandaag allemaal doen? Hopelijk prijzen winnen en van alles en plezier maken. Met mijn beesten. We zeggen dat ook onze jury wat doorsteekt. Geniet met ons mee, vergeet niet te drinken. Ik ga nog even een woordje vragen aan onze pedagogische leider.
Dag Geert, wij gaan vandaag samen jureren. Kan jij ons daar wat meer over vertellen? Ja, ik ben Geert de Mazure van Avelhem, bij het Blauw Fokker. En Karel heeft mij gevraagd om hier te komen jureren. Het is mijn eerste keer dat ik hier kom, samen met mijn collega Olivier en met u. En ik denk dat dat wel gaat lukken. Waarop gaan we vooral letten? Correcte dieren, goed beenwerk, genoeg gestalte, breedte, fijnheid in het vel. En dan ook klasse, ja, een soort iets dat je niet moeilijk kan beschrijven. Maar begin met correcte dieren. Jureren is dan eigenlijk niet alleen kijken? Nee, het is ook een dier handelen, aan hun vel voelen. Ook, het is ook een soort gevoel dat je moet hebben over een dier. Elk heeft een beetje zijn voorkeur. Maar, ja. Jij kent ook de andere kant, dit als deelnemer? Ja. Een dier presenteren is ook heel belangrijk. Een dier die vlot is, moet je een beetje inhouden. En een dier die iets stijver is in zijn hang, moet je trachten op dat moment dat als de jury kijkt, het moment dat dat nu is, dat ze toch goed en vlot stapt. Dus je kan wel je dier... presentatie is ook belangrijk. En natuurlijk wilde dieren dat je niet kan houden, die presenteren nou er niet en worden meestal ook afgestraft daarop. Bonjour Olivier. Bonjour. Voilà, je m'appelle Olivier Marot. Je suis éleveur blanc-bleu dans la province de Namur, tout près de Beaurain. Voilà, j'ai été invité aujourd'hui à venir juger le concours ici. Je juge assez souvent. Pour juger, voilà, j'aime bien les bêtes qui ont une belle démarche, des bons aplombs, avec des belles qualités viandeuses. Et j'attache de l'importance à la qualité élevage. Je suppose que tu as déjà jugé quelques fois. Tu as jugé à Gand, c'est ça, la finale. J'étais là, j'ai vu. pour juger, il faut voir l'animal, la démarche, la viande, la largeur, le dos. Regardez la largeur de l'avant, la finesse du cuir et alors les aplombs. Ça, enfin pour moi, ça a beaucoup d'importance. C'est des aplombs corrects. Dat was het dan voor vandaag. Als je dit eens in het echt wilt zien, moet je volgend jaar maar een keer komen kijken.